Hoi, ik ben Rozemarie Koster. Ik ben ontwerper en vlogger. Allerliefst zijn ik vintage markten af op zoek naar schatten. Alles wat ik hier vind ga ik thuis nog even updaten. En omdat dit zo leuk en makkelijk is, ga ik jullie laten zien hoe je dat zelf kan doen. Ik ben helemaal weg van die typische jaren 80 blazers. Vaak zijn ze double-breasted en hebben ze van die enorme power schouders. Dat was toen helemaal hot. Kijk, deze blazer heb ik dus gevonden. Dit is gewoon het model zoals ik hem heb gekocht. En je ziet ook, ja, dit vind ik dus echt geweldig. Met die ontzettende punten erop. Wat ik nog heb gekocht voor 1 euro is dit vintage stropdasje. En dan krijg je dit effect nog sterker. Maar nu kan je hem niet opendragen. En zometeen voor de zomer is dit ook een lekker zomerjasje. Dus wat ik ga doen is hier aan de binnenkant een stuk elastiek stikken, waardoor je die taille er altijd in hebt. Dus je moet nagaan dat als die blazer dicht is, dat hij dan op deze manier om de taille gaat. Dan ga ik hem afknippen op de juiste lengte. Ik denk dat het tof is als hij vrij hoog komt. Dan doe ik even met een speldje. Dus als dit de totale lengte is van mijn taille, doe ik die door het midden. De helft daarvan komt natuurlijk ook precies midden achter. Dus die kan ik hier alvast vastzetten. Wat je doet is, je rekt het elastiek uit. Je loopt naar binnen met je hand, je duwt hem aan. En dat doe je dan nog een keer en dan weet je dus, oh, hier die speld. Je ziet nu al dat het elastiek er dus gelijkmatig in is gestikt, of in is gespeld. Spannend, hè? Het gaat goed. Hij is af! En volgens mij is hij helemaal goed, maar ja, dat ga ik nu natuurlijk even checken. Maar ik heb, ja, voor mijn gevoel is hij helemaal netjes. Ik ga hem even lekker aantrekken om lekker aantrekken om te kijken hoe die nu valt. Vind ik het mooi nog te open. Of mooi nog te open. Open nog het mooist. Weet je, al zonder dat je nog dit lengtegevoel hier hebt. En toch een beetje die taille hebt. Ik zou zeggen, do it yourself.